Camp2Go is een website waar je als beginnende kampeerder van alles te weten komt over caravans, vouwwagen, campers, tenten en voortenten. Maar op Camp2Go vind je ook tips over het beladen van je caravan bijvoorbeeld, zodat je echt veilig op stap kunt. En als die caravan nou straks bij je voor de deur staat of op de oprit, dan hebben we 5 tips voor je. Tip 1. Stop lichte spullen, zoals kleding en handdoeken, in de bovenkastjes. En zware spullen, zoals je voortent en de tentstokken, onderin, liefst boven de as van de caravan. Al mag die voortent ook mee in de auto, tussen de voorstoelen en de achterbank bijvoorbeeld. Tip 2. Zorg dat je de caravan links en rechts even zwaar belaadt, zodat allebei de caravanbanden even zwaar worden belast. Nou, dat kun je een beetje op de gok doen, maar je kunt er ook handige weegplankjes voor kopen in de kampeerwinkel. Tip 3. Let op de kogeldruk. Dat is het gewicht waarmee de dissel van de caravan op de trekhaak van de auto rust. Op het typeplaatje van de trekhaak staat het maximum en bij de meeste auto's is dat zo'n 60, 70 kilo. Hou dat maximum aan. Tip 4. Voor vertrek even je caravanbanden checken. De bandenspanning natuurlijk, 3 tot 3,5 bar, maar ook de leeftijd. Want door warmte en zonlicht kunnen haarscheurtjes ontstaan aan de zijkant en tussen het profiel. Dus als je ook maar even twijfelt, rijd dan langs je caravandealer. Tip 5. Mocht je caravan nou toch een beetje gaan slingeren, bijvoorbeeld heuveltje af, dan is remmen de enige remedie. Dus nooit gas geven, want dat is vragen om problemen, remmen dus. En verder, rij je gewoon niet te hard mee. 90 km per uur, prima tempo. Je hebt tenslotte vakantie. Nog meer tips, bijvoorbeeld over hoe je de fietsen meeneemt met de caravan, die vind je op www.camp2go.nl. Fijne vakantie!